Margarethe is de jongste van een familie Pommée, de jongste van 7 kinderen. Die centraal staat als voorbeeld voor alle kinderen in Venlo die vermoord zijn in Auschwitz. Het is een groep gebleven die stil heeft gehouden en die daar ook niet over praten. Mijn oma die praat er ook niet over. Hè. Ik hoorde pas een jaar of 14, 15 werd mij pas verteld dat mijn oma op de trein was gezet naar Auschwitz. Maar net voordat de trein vertrok, gered werd voor transportering. En daar heeft zij nooit over gepraat. Hè. Dus die bevolkingsgroep heeft zich op een bepaalde manier toch stilgehouden ook altijd. Het is pas iets van de laatste jaren waardoor ze wat meer laten horen, zoals deze projecten. Wat er ook met Sint-Jaromas zijn gebeurd eigenlijk. Kunst in het Vuistje heeft daar een lesprogramma van gemaakt voor op school. Ze hebben een expositie gehad in het archief. En de muziek, zeg maar, is een kunstvorm van het geheel. Zodat je er qua emoties, in plaats van in een boek leest of verhalen vertelt op school, kunnen ze het hier, zeg maar, van heel dichtbij, intiem, ja, tot zich laten komen, het verhaal en de muziek. Want we geloven in de leefde, want in de lente gaan de bloemen op. Bleute ons geld in de kinderjaren, zomaar speels aan de bosrand toe. Iedereen zoekt naar zijn identiteit. Dus het gaat dus over van mijn identiteit, over twee culturen. Het gaat over de identiteit van Margaretha. En hoe de leerlingen zelf hun eigen identiteit zien op dat moment. De belangrijkste is eigenlijk dat het om de vooroordelen op te heffen. De discriminaties en het racisme. Mieren, rommen en muziek. Rodilla nasce vuda con un bolle ben, mari chiave. Wat we willen gaan doen vandaag is dat we je dadelijk even hier deze kleine woonwagen laten zien. Dit is een van die al een eeuw oud is. Hier werden ze een beetje de... Hoeveel man wonen ze hier nou? Dit is een wagen van een man of 6. 6? Ja. Waar dan? Ja. Oh, ja, op de grond of is het de tafelkant, Luke, de zijkant. Je kan ook, je hoeft niet per se alleen een bed. Nee, ja, je kan ook het bed delen. Maar hier sliepen ze met een man of 4. Twee ouders en de kleinste kinderen, die sliepen daar. Ja. Die oude woonwagen, die hebben we hier neergezet bij het theatertje. In die woonwagen ben ik en Margarethe, in zo'n woonwagen zijn we geboren. En zo kunnen we ook laten zien dat je met veel kinderen in een woonwagen woonde. En dat je dan daardoor ook veel buiten was, in de natuur en de vrijheid. Ze kunnen dan in die wagen kijken. Ook ja, een historisch beeld van hoe het vroeger was. En nu op het woonwagenkamp kunnen ze kijken hoe het nu is. Dat de wagens groter zijn en dat het beeld van nu en toen. Kinderen ervaren dit van, wij mogen daar komen. Wij dachten dat wij daar niet mochten komen. En ze waren bang, altijd heel erg bang voor de woonwagen mensen. En daar is nu, het beeld is nu, zeg maar, verzacht. Het is nu een ander beeld. Er was een geschiedenisleraar die zei net van, dit is iets nieuws. Dit is zo mooi om dat mee te maken, zelf, voor mijzelf ook, zegt hij. Ja, dat is een heel andere manier van werken met kinderen.